Hallo Legion en welkom bij een nieuwe part van Lost Planet 3. We gaan weer terug hier naartoe. Want hij heeft die fucking outpost niet opgeslagen. Ik ben hier uitgegaan door de game dat ik dacht dat het een autosave was. Maar blijkbaar is dit niet geweest. Wat heel verneukt is. Maar dan moeten we het hele stuk opnieuw doen. En daar heb ik natuurlijk ook weinig zin in eigenlijk. Maar we zullen wel moeten als we die dingen willen hebben. Wat ik wel wil hebben natuurlijk. Die punten zullen ze wel moeten doen. Die kringen die volgen ons niet eens. Die doen een kleine poging maar mislukken gewoon had. En daar zitten de ravier te wachten. Die zo gauw als we ze zien dan gaan ze weg. What the fuck. En ik hoor creepy sounds. Oké, onze HP is denk ik wel weer helemaal terug. Die geluiden, dat zijn echt creepy in onze rug. Ons character maakt ook rare moves. We hebben weer wat geleerd. Dat merk je alleen als je echt even stilstaat. Dan merk je rare dingen hier. Maar hierdoor, ik moet niezen. In 3. 1. Haha. Alright, dan gaan we dan. Ren. Run your boat gently down the stream. Ik heb geen nades meer. Dus we moeten dat ding neerschieten. Nee, dat was dat. Nu die andere nog. Ik vind het wel echt stom dat er zoveel. Dat met een autosave systeem. Dat is echt kut. Sneller. Fuck. Oh. Ik moet niet te veel tegen die randen aanlopen. En ik moet dat kring dood krijgen met het hem te spugen. Oké. Want onze HP was niet zo hoog meer namelijk. Vandaar dat ik daarop aan het letten was en dat ik een beetje aan het weglopen was en even switchen naar de shotgun. Dat was de reden. Nou, we zijn er bijna. Dit hebben we dus in de vorige part ook al gedaan aan het einde. En aan de ene kant vind ik het kut, maar dat we het nou nog een keer zouden doen en dat je het nog een keer ziet. Maar aan de andere kant zal het hier niet heel veel poeien, denk ik. Hoop ik. We gaan zo weer terug en dan is het wel goed. Eén ding wat we volgens mij niet aanstond was, even kijken. Als we hier naartoe gaan. Get Dongo samples. Ah, die hebben we al. Goddank. Return to Dr. Colbeck. Deze hebben we dus ook. Find of, dat is ons daadwerkelijke doel. En daar gaan we dus ook heen. Want dat is het daadwerkelijke main missie doel. En dat gaan wij doen. We gaan gewoon verder met de main missie. De side story is verder niet echt. Was puur even om heel even side story te doen. Puur even iets te legen. Maar we gaan echt niet elke keer hier naartoe om dat kutding te legen hoor. Echt gewoon niet. We gewoon main story doorlopen en dan vind ik het ook wel goed. Alleen voor even een keertje sidequest. Dus zo heel veel moeite was het ook niet. En toen crashte de game. Fijn. Wat het inhoudt is waarschijnlijk dat we het overnieuw moeten gaan doen. En wat dat inhoudt is dat ik zeg fuck you vuile game. Ik ga het, ja, je ziet 2500. Dan moeten we het nog een keer doen. Dan moeten we nog een keer doorheen rennen. En al die lui killen. Nou, die game die mag dikke cholera, tyfus, weet ik veel wat allemaal krijgen. Ik ga dat niet nog een keer doen. Dan ben ik serieus. Als die game wil crashen en met zo'n verneukt autosave systeem. Ik blijf echt niet bezig. Dus dan fuck je dat ding. We gaan gewoon main missies doen en fuck de rest van de game. Dat klinkt heel, heel stom misschien. En heel snel. Dat ik gewoon zeg, oh, fuck die game en bla bla bla. Ik vind het nog steeds een leuk game. Dat is echt een probleem niet. Het is puur dat ik me nu heel hard genaaid voel. We doen zo'n kut ding en dan moeten we nog een keer dat ding doen. En daar heb ik gewoon geen zin in natuurlijk. Dat is nogal wie dus. Dus vandaar dat we dat ook niet gaan doen. We gaan gewoon verder met de main missie. We gaan naar onze rig toe die er als goed is boven staat. Fuck die dieren ook. Die we ook dikke tering krijgen. We hebben jullie samples. Ga weg, jongen.
maken met ons pesten. Dag, ouw, what the fuck? Hoe kun jij daar oprollen, vriend? Maar ik hoop dat de main missie verder allemaal wel goed gaat en dat die game niet zoveel krijgt. Waarom die game überhaupt crasht? En god mag het weten, die game heeft toch de neiging vaak om te crashen. En waarom weet ik niet. Maar het is wel heel irritant. Vooral met dat autosave systeem is dat echt heel irritant. Even kijken, we gaan even naar de missie toe. En dan gaan we naar de Find the Thermal Pocket. En dan moeten we deze kant op lopen. Dat is namelijk de bedoeling, dat ik weet waar ik heen moet. Banjer, banjer, banjer. Hey. Rotjes. Hey, sexy lady. Hey, rotjes. Hey, stallig tieten. En ja, dat zijn stallig tieten en die andere heten... dat was best wel slecht. Ik denk dat iedereen het heeft. Je weet dat er één stallig tieten is. Dat zijn hangende dingen. En de staande, dat weet ik dus niet meer. Dat is best erg. Ik gewoon de staande dingen niet meer weet. Bailey's Crossing, daar gaan we naartoe. En dan gaan we zo whoop, naar links toe. En dan gaan we de goede kant op. Voor de main mission. En ik weet niet meer wat het was. Wat we eigenlijk aan het doen zijn. Ah, stormt het alweer? Goddammit, het stormt weer buiten hoor. Oh damn, dat is wel heel erg... stormachtig moet ik zeggen. Holy crap. Are you serious? Doorlopen, vriend. Onze hul beschermt ons wel. Moeten we naar links? Ja. Ah, we moeten hier naar beneden. Ah. Oké. Akkoord met mijn game. Prima. Daar zijn we nog niet geweest beneden. Onze rig kan best wel hebben joh in die storm. Damn. Wat een best sterk digi die rig. Dat doet hij zeer goed. En we krijgen weer een video van Jim Payton. Okay, since you asked, here's why my face doesn't freeze. My environment suit here? This was made by Nevik's smartest engineers. Not cheap. It's got breathable fabric, adaptive heat loss insulators, windproof laminates, moisture barriers, and micropores. Then it's machine washable. Nice. Now, these heaters on the collar here, they do the heavy lifting of keeping my head warm when I'm in the elements. It's got its limitations, but keeping the noggin warm ain't one of them. So, is that wonky enough for you, or do I need to start talking about fluoropolymers? Nee, het is helemaal duidelijk. Ik vind gewoon dat jij een helm op moet hebben. What the fuck? Moeten wij niet gewoon op die ram mikken ofzo? What the fuck moet ik doen? Net gaf die game wel een LB aan teken, nu niet meer. Nu wel, what the fuck? Ah, op die manier kunnen we die winch gebruiken. Aha, duidelijk. Dit is warm. Denk ik. Het was ook een hot air pocket, toch? Dacht ik. Of zeiden ze dat net niet? Ik let weer niet op natuurlijk. Dat doe ik nooit. Opletten, pff, dat hoeft niet. Uh-oh. Oh fuck. Dat was heel donker en ik zag heel veel dingen. Eet mijn shotgun. Nou, valt me nog mee eigenlijk. Ik had verwacht dat het ergens zou zijn. Ik verwacht dat er iets groots achter ons zou staan.
Hier, eet mijn granaat, wees je. Ik een deur geworden nu? Nee, oké. Okay. Je eet mijn granaten. Dat is wel een deur geworden, dat is een opening. Nee, nee ook niet. Fuck off, kut ding. Oh, we gaan naar boven. Schiet je naar mijn rifle. 3 schoten op dat ding. Op de anus. En we zijn klaar. Daar was niet iedereen even blij mee, zo te horen. Ik hoor een bende kabaal. Wat mij niet aanstaat. Mooi, oké, die is ook neer. Fuck jou. Laat me die ammo oppakken, dank u. Oh. Hallo, Staff. Dank u. Auw. Hallo, reload your rifle, dank u. Hoeveel van die kools moet die lui hebben? Hé, hey, jij. Staff, kom hier, man. Slag in je bakken. Mooi. Thermo energy canister. Nog meer. Oké, okay, is nou iedereen dood? Is iedereen klaar met mij aan te vallen? Fijn, dank u. Zullen we die anus nog beschadigen? Anusreparatie. Dat zou echt zo'n fout bedrijf zijn, hè? Black's anusreparatie. Oh, we gaan zelfs wat flapjes open. Ammo. Ah, daar gaan we dan. Door de daadwerkelijke doorgang. Winterwonder land in. Nee, wat. Oh fuck, ik weet niet wat die game nou had, maar hij kwam een dikke drop. Ik was bang dat hij weer ging crashen. Dan zou ik echt boos worden. Als hij nou weer ging crashen. Okay, now I know I'm not seeing things. Is dat die dokter niet? Going again. Oh ja. I know you're out there. Ik denk dat het die ene vrouw is. In which case, I'll go right on. Ik denk dat die ene vrouw was die in haar eentje zit. Ik weet alleen haar naam niet meer. Maar ik denk dat het die was. Persoonlijk. Waarom weet ik niet. Maar zij weet precies waar wij elke keer zijn. Zij kan gewoon meeluisteren op de intercom dingen, zeg maar. Dus ik denk dat zij het is. En dit is een te grote open arena. En er ligt te veel ammo rond. Voor iets niet te laten gebeuren, zeg maar. Dat is ook echt super Nederlands. Ja, wat. Wat zal het deze keer zijn? Een spinmonster? Of iets, ik denk een spinmonster, ja. Een spinkrapmonster. Ja, spinkrapmonster. Hallo, spinkrapmonster. Hoe gaat dat met jou? Oh, jij hebt een goed gebit. Ik zal de tanden blij zijn met jou. Denk ik hoor. Niet boos zijn. Maak er geen grapje over de tandarts. Hey, niet zo agressief, vriend. Mispush. Ik weet dat zijn andere hand vast zit, maar ik wil die eraf hebben. Dat was mijn project. Dat was het probleem. Niet zo'n grote mond. Dan moet de tandarts van die denken. Dat hebben we alweer. Dan moet de tandarts van die denken. Probeer nu die kristal op zijn rug eraf te schieten. Dat dat hem ook zeer doet. Volgens mij kunnen we ook net zo goed die kristallen gelijk pakken. Oh. Niet wegrennen van mijn nade, bitch.
Uh-oh. Reload. De jongen is niet blij. Zit zijn armpje weer vast. Oh. Arme spinkrapmonster. Zo zielig. Ik heb echt te doen met hem. Hij is zo easy. Oké, dat deed wel zeer. Auw, dat deed nog meer zeer. Dat deed lekker niet zeer. Oké, weg met die aanval. Goed zo. Niet zo schreeuwen. Je moet eerst nog naar de tandarts toe. Kunnen we zien. Hey. Niet, nee, niet van agressieve. Laat mijn ammo oppakken, vriend. Heb ik nou die ammo opgepakt? Volgens mij niet. Mooi. Ja, schiet hem eens op weer. Mooi, dat was te doen. Haha. Ja, nu heb ik die vieze pisvlek van hem op de rug. Kom maar. Hey, niet van agressief. Dat is agressief. Kom. Ik voel me net zo'n rodeo figuur. Zo'n rood lapje voorhouden en dan wordt die jongen helemaal para. Dan gaat hij aanvallen. Dan dodgen wij hem en dan vervolgens nakken we hem in zijn rug. Dat doet een rodeo rijder niet meer. Zou jij heel misschien naar de categorie dood willen gaan? Dank u. Weg met dat lelijke lichaam van je. T-Energy. We need you. Nou moeten we daar een marker plaatsen. Dan mogen we hem niet meer in het midden plaatsen waar het eerst moest. Nee, nu moet het opeens in de zijkant. Wat is het nu, game? Hier kwam hij uit de grond, volgens mij. Dus zit ik weer veel te veel bij een richel. Ik vertrouw er weer geen zak van. Wauw. Holy crap. What the fuck? The fuck? What the hell? The fuck? Wat was dat dan? Corona's actual, you copy? We gotta talk, boss. It's getting strange in a hurry out here. Wow, water fluid. Zo mooi. Can anyone hear me? Damn it. Uh-oh. Unknown structure. Maar ik denk dat T-Energy ervoor heeft gezorgd dat alles is versmolt ofzo? Geen idee. Ik moet niezen. Dat weet ik wel. Aha. Maar ja, dan gaan we eens even kijken wat hier er binnen is. Ik hoor geluiden die ik niet echt fijn vind. Gewoon spinachtige dieren. Ah, dat zijn volgens mij gewoon die kutdingen die we elke keer encounteren. Oeh, die game gaat de Dead Space kant op. Pong tot. Hoeveel energy hebben wij? Kan ik niet zien. Dank u. Pauze menu, dit menu? Nee, ook niet. Nou, dat komt nog wel. Ik moet zo weer niezen. What the fuck zit daar? Er zit een dude daar. Ah, weet je dat die ene die er wegrent, die is een van die lui. Die hier beneden zat waarschijnlijk. Dat is een ziek iemand waarschijnlijk.
Sorry voor de smerige snotgeluid. What the fuck? Sowieso dat iets hier tussen die deur komt. Als de game goed is, kun je scary shit. Dat zag ik. Ah! Mikken, mikken, steken. Oh, dat was mis. Oeh, damn! Headcrab, soort van. Van Half-Life 2. Zo fucked up steken, hè? Als die kon. Die stik die kun je haast niet recht krijgen. Zo fucked up. Maar dat was het dus. Dat was het monster dat ons probeerde te killen. Een schattige mini headcrab. Die om onbekende reden een beetje weggerend voor ons. Wat ik prima vind. Maar meer headcrabs in aanbieding. Iemand. Eenmaal, andermaal. Ja dus. Van Marlijn of waar? Ik hoor ze wel, maar ik zie ze niet. Dit wordt interessant. Ah, die dingen die kruipen hier naar binnen. Die dingen. En die, die gaten zijn in de gang. Fuck jong. Kreng. Ga dood, dank u. Ja, ja, daar komen mijn superieure aiming skills met de controller van passen. Die ik dus niet heb, voor de duidelijkheid. Vandaar dat het ook zo'n mirakel goed gaat. What the fuck? Ik wil niet aan het. Hij zoekt gelijk cover op met zijn domme kop. Dat is niet de bedoeling. Oh, ik heb hier geen een uitgedonderd, wat jammer. Het is leuk geweest, een glijbaan dat hij zo van zijn neus aangedonderd kan. Dat was grappig geweest. Oh, die komt hier vast ergens in. Uit het niets. Maar wij gaan dit ding activeren in de volgende part. Dus dan zie ik je weer. Als je het leuk vond, geef natuurlijk even een thumbs up. Deel het met je vrienden en zet hem in je favorieten. Laters.